Hallo allemaal, super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vakantievideo van mij. Mijn naam is Bix Vanvloggen, ik ga een vakantievideo opnemen. Dus vinden jullie deze vakantievideo leuk? Doe zeker een duim omhoog en veel kijkplezier. Nou, zoals jullie zien, ik ben weer in dezelfde chalet als vorig jaar. Maar ik wil jullie toch een home-tour geven, dus laten we gauw beginnen. Hier kom je bij de tafeltjes en hier ga je naar binnen. Je moet de deur wel dicht houden namelijk. Nou, kom je hier en dan is het een heel gezellig sfeertje met een bank, met een tafel en een keuken. En een badkamer. Hier zit nog een kamer, maar die laat ik even privé met een tv'tje. En een toilet. En dat is mijn kamer. Mijn bed is niet zo mooi opgemaakt. Maar dat komt goed met mijn eigen dekbed en mijn eigen spulletjes. Hier kan je ook nog vermaken met een 2-persoonskelter, 1-persoonskelter en nog een 1-persoonskelter. Ziet er allemaal mooi en gezellig uit hier. Hier wassen we vaak af. 50 cent in moet gooien. Hier kan je nog een potje snoeken of biljarten. Hier heb je een piano en deze klinkt niet heel erg fijn, die klinkt echt heel erg vals. Ik zal geen deuntje voor jullie spelen, maar het klinkt echt heel erg vals, het zal pijn doen aan jullie oren. Mooie piano, ik weet niet wat ze voor piano ze noemen, weten jullie het? Laat die honden weten. Eén klein deuntje. Dit is mijn opa en oma's voortent. Hier kamperen ze. Ik loop hier naar binnen. Heb je hier een zitgedeelte. Met een kachel. Hier heb je de keuken in de caravan. Heb je chemisch toilet. Met een mooie caravan. En hier kan je een bed van maken. Kwart over 10 in de avond. En de schuur geeft heel mooi licht. Ik wens jullie allemaal vanavond. Slaap lekker. Vonden jullie deze vakantievideo leuk? Doe zeker een blauw duimpje omhoog. Vergeet hem ook niet te abonneren en te reageren. Ik wil nog even een paar mensen bedanken. Dat zijn opa en oma van Schijndel die het heerlijke ontbijt en het heerlijke diner hebben verzorgd. Echt super bedankt. En de andere oma, super bedankt voor deze leuke tijd in deze chalet en op de camping. En voor de mensen die ik volgend jaar wil zien, wil ik nu zeggen tot volgend jaar. En blijf gezond en we zien elkaar volgend jaar. Doei doei!